een snappy Q&A. En je wil niet weten hoe awkward mijn setup is? Kijk maar even mee. De hele wereld kan me zien. Maar oké, we doen alles voor mijn kijkers. Ja, we doen dus een Snapchat Q&A vandaag. Laten we gewoon beginnen met de eerste vraag. Welk liedje van Be Brave vind jij het leukst? Dat hangt echt letterlijk van het moment af. Op dit moment vind ik Door Rood leuk, maar ik vind One Night Stand fucking leuk. En Verleiden en Als je van mij bent en bij mij en blijf bij mij en Up en What Up en Hallo en Ik vergeet je. Eigenlijk vind ik ze allemaal leuk, maar op dit moment Door Rood. Dat I love. Ik zou doen met 1 miljoen. Nou, want ik zou doen met 1 miljoen en luister dus even goed. Ik zou een fucking huis kopen voor later. Maar ik zou wel in Amerika een huis kopen. Ik zou naar Amerika verhuizen. Ik zou een huisje kopen. Ik zou shoppen. Naar de BML gaan. Ik zou Justin Bieber meeting with tickets. Ook al bestaan niet meer. Ik zou Justin Bieber ontmoeten. Ik zou gewoon voedsel kopen. En ik zou op reis gaan. Echt naar Thailand, naar Azië, naar Europa, naar Europa. In alle landen van de wereld. Ik zou gewoon een wereldreis maken met mijn friends. Wat is je lievelingsherinnering van 2016 tot nu toe? Nou, mijn lievelingsherinnering, ik denk dat ik hem nog niet heb gehad. Nou, ik vond dat bed op het Museumplein heel leuk. En de free hug sessies met jullie. Maar ik heb niet echt een leuke herinnering gehad, want de zomer is er nog niet. En morgen ga ik naar Be Brave, dus dat zou waarschijnlijk een van de leukste herinneringen zijn dit jaar. En mijn verjaardag natuurlijk, maar dat gebeurt allemaal in de zomer. En ik ga naar kamp, ik ga op vakantie, ik ga allemaal leuke dingen doen. Dus mijn herinnering komt nog. Yo, misschien een hele egoïstische vraag, maar wat vind je van mijn kanaal? Succes met je kanaal. Dank je. En wat ik van jouw kanaal vind, ik vind het goed. Maar de thumbnails kunnen... Ja, je kan gewoon thumbnails gebruiken, want dat trekt mensen aan. En misschien wat vaker uploaden, zodat je niet zeg maar dood wordt. En misschien beter camera kwaliteit of geluid of zo. Maar dat je bent begonnen, dus dat mag allemaal nog. Ja. Naomi, even een vraagje. Even niet om zo te doen, we zien er niet uit. Maar oké, even een vraagje. Als je, na Justin Bieber, wie vind je dan de knapste man ter wereld? Samuel Leijten, Jay Wobber, en alle jongens met blauwe ogen en donker haar. Ik kan wat vragen is, wat is je lievelingsvak op school? In welke vak raad je het allermeeste en waarom? En waarom het leukste vak? Mijn lievelingsvak is wiskunde, omdat ik gewoon formules handig vind. En je kan gewoon het hele boek maken met één formule. En mijn kutste vak is sowieso geschiedenis, omdat ik lezen echt haat. En alles wat jij daar moet doen is lezen en opdrachten maken. Dus ik haat geschiedenis en AK, omdat het ook veel lezen is. En ik haat gewoon... Naomi, mijn vraag aan jou is, wat is het allerraarste dat je ooit hebt meegemaakt? Al mijn pedo-gebeurtenissen, dat mijn mensen hun pedo's in mijn kont gingen knijpen. Dat pedo's naar me gingen roepen. Dat zeiden, hey schatje, hoe gaat het? En dat er een pedo was in het zwembad. Gewoon al mijn pedo-gebeurtenissen, dat is gewoon het raarste. Sushi en walnoten. Oh my god. Is Nederland ineens zo warm? Nederland is nooit warm. Het is soms koud, soms normaal. Of een beetje wat warmer. Maar het is nooit lekker warm. Dus Nederland, doe het beetje. Wie is je favoriet van Be Brave? Samuel Leijten. Zo, wie? Be Brave of Justin Bieber? Zo, Justin Bieber. Hij betekent zoveel voor me. Ik luister hem al sinds 2009, Justin Bieber. Zien ik toch al 1000 keer ben aangevallen door pedo's, wil ik liever aangevallen worden door pedo's. Want als Justin Bieber dood zou gaan, zou ik dat op mijn geweten hebben en dat wil ik echt niet. Sorry. Oké, hoe ben je op het idee gekomen om een vlog of blog te beginnen net zoals deze wat je nu aan het doen bent? Ik was verslaafd aan YouTube sinds 9 jaar of zo. En toen dacht ik, oh my god, ik wil ook YouTuber worden. Alleen school en haters hielden me tegen. Maar ja, nu denk ik echt, fuck iedereen, dus nu ben ik gewoon YouTuber. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe dan vast een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk. Bye. En voeg me toe op Snapchat voor de volgende Snapchat Q&A. I love you.